Van de Betuwe naar Parijs met een tussenstop hier bij het Notenbos. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Elke dag bezoeken we een aantal van dit soort plekken. Want dat zijn mensen die mooie dingen doen voor de aarde. En wie is we? Nou, dat is Henry Mentink met een heel team van mensen vanuit het Veerhuis. Ondersteund door honderden dromen van en kinderen en mensen die dat online insturen. Dromen zoals? Nou ja, het zijn dromen voor de aarde. Maar hoe zorg je met elkaar voor de aarde? En een van de kinderen die zei bijvoorbeeld: ik wens dat de aarde voor altijd gelukkig zal zijn. En een ander kind die schreef dat de mensen wat beter gaan nadenken over de aarde. Nou, dat zijn leuke dingen. Belangrijke woorden. Ja, ja. En toen is er bij in uw hoofd iets gaan broeien van: ik ga met een kruiwagen naar Parijs lopen. Ja, dat is eigenlijk een beetje gek, maar... Een beetje gek? Nou ja, er is... iemand zei ooit tegen mij... ik was in een dorpje Ruigoord bij Amsterdam... van je moet Ruigoord op de werelderfgoedlijst zetten. En toen dacht ik, Ruigoord? De hele aarde moet erop. Nou, toen ben ik begonnen met het idee van... we moeten eigenlijk niet meer handelen in grond... we moeten voor de aarde gaan zorgen. En heb toen de grond onder het huis waar ik woon weggeschonken... En toen dacht ik van ja, de aarde als erfgoed, dan moeten we naar de UNESCO. Nou, vandaar Parijs. Daar zit... UNESCO is? UNESCO, dat is een VN-organisatie die de werelderfgoed beheert. En dus wij dachten, de hele aarde op de... Ja, wat noem nog eens een voorbeeld van iets wat onder de werelderfgoed valt? Nou ja, de Notre Dame bijvoorbeeld. Want daar zijn we zijn 2 jaar terug geweest. Toen zijn we ook speciaal bij de Notre Dame gestopt. Want we dachten van ja, die stond in brand. En er kwam er zomaar een 700 miljoen euro tevoorschijn om het weer te herstellen. Ja. En wij dachten, de hele aarde staat ook in brand. Dus daar moeten we geld weer teruggeven aan de aarde. Ongelooflijk dat Henry hier ons Notenbos aandoet. En wat wij hier doen is, we willen ook gewoon hele goede hoeders van de aarde zijn. Goed zorgen, want het is ook ontzettend nodig dat we de biodiversiteit weer op peil gaan krijgen. Gisteren was er ook weer zo'n naar onderzoek of naar resultaten. En we zien hier al die verandering. Eerst was het alleen maar saai gras. En je ziet door de beplanting, er komen ontzettend veel meer kruiden. We hebben al wat bomen neergezet met berken erbij. En we gaan ook Henry eren met een berk. En toen ging u met uw kruiwagen, nou ja, die staat hier voor u. Ja. Hoeveel weegt die? Nou, dat heb ik niet eens gewogen. Maar hij is niet heel zwaar. Dus dat is goed te doen. En ik anderen helpen ook rijden. Ja, en wat zit erin? Aarde. Aarde? En een mobieltje met de route. Nou, er ligt ook een tuinkrabber in. Want mijn spreuk is, we gaan van het tijdperk van de wolkenkrabbers naar het tijdperk van de tuinkrabbers. Nou, zo heeft elk onderdeel een symbolische betekenis. En hoe lang doet u over de reis? Totaal is het 45 dagen. Van Varik tot aan Parijs. En het beginpunt is de Dag van de Aarde. En het eindpunt is de Wereldmilieudag. Dus daar past het mooi tussen. Ja. Is er veel aandacht voor dit initiatief? Ja, de vorige keer en nu ook weer. Elke plek staat er wel een cameraploeg. Want dat is wat ons doel ook is van... Vertel het verhaal van mensen die mooie dingen doen voor de aarde. Zoals hier de noteneters. Ja, 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 daar staan we hier in het toekomstig notenbos. De bomen staan er al een beetje. Ja, ja, die zijn dit voorjaar geplant. En ik kom net uit Den Voetbos bij Sint-Bugestel. Nou, die staan er al 6 jaar. Nou, dan zie je hoe mooi het kan worden. Dus, ja. Ja. Nou, dan wens ik u een goede reis. Dan zou ik zeggen, nou, pak de kruiwagen en... Ik ga er weer vandoor. Ik ga er weer vandoor. Ja. Okay.